Terug in Nederland. Hoe meet je hoe druk het is in de binnenstad? Voor een gemeente kan dat heel belangrijk zijn om te weten. Je kunt het doen door mensen via hun mobiele telefoon te volgen. Wifi-tracking heet dat. Dat is op zich niet verboden. En toch krijgt de gemeente Enschede er als eerste gemeente in Nederland een dikke boete voor. In Enschede vinden ze het maar niks. Een boete van 600.000 euro. Nee, een boete, nee. Want? Een waarschuwing dan. Ik heb ook altijd mijn locatie al aanstaan, dus ja, Google weet toch wel waar je bent. En... Ja, ik vind het een beetje onzin. Want, waarom? Ja, ik denk van je wordt overal getrackt, dus of dat nu zo'n probleem is om die mensen, om de aantallen te tellen, dan vind ik het een beetje overdreven. Tenminste, één man vindt het niet overdreven. Hij diende een klacht in bij de gemeente en de autoriteit persoonsgegevens. Ik vind dat jij gemeente Enschede vrij moet kunnen rondbewegen zonder dat je gevolgd wordt. Het volgen van mensen in winkelstraten gaat via scanners. Die pikken het unieke identificatienummer op dat hoort bij iedere mobiele telefoon. Hiervoor hoeft je toestel geen verbinding te hebben met een wifi-netwerk. Met deze gegevens kan een winkelbedrijf of gemeente zien waar, wanneer en hoe lang iemand ergens is geweest. Ook al geeft gemeente Enschede aan dat het anoniem is, de autoriteit persoonsgegevens laat netjes zien dat het niet het geval is. Dat je wel degelijk mensen kunt volgen. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. De autoriteit zegt niet dat dit is gebeurd, maar wel dat het mogelijk is. Daarom is de boete uitgedeeld. Ze hebben een systeem gebruikt waarin telefoons te volgen zijn. En dat mag niet. Dat mag alleen maar in hele bijzondere gevallen. En zij wilden heel graag tellen hoeveel mensen in de binnenstad waren. Ja, gebruik dan geen volgsysteem, maar gebruik dan een telsysteem. Het was voor mij een grotere wijsheid geweest als je had gezegd, dit kan zo niet, niet meer doen, stoppen, waar we gestopt. Daar hebben we geen boete voor nodig. Dat schiet bij mij een verkeerde keelgat. De burgemeester gaat in beroep tegen de boete. Zijn zaak zal waarschijnlijk met grote belangstelling gevolgd worden door de tientallen andere gemeentes die hetzelfde systeem gebruiken.